Jij klonk serieus aan de telefoon. Ja, dat is het ook. Het gaat over Lucas. Is toch niks gebeurd? Ik denk dat Lucas geslagen wordt door Menno. En ik denk ook al dat het een tijdje aan de gang is. Waarom denk je dat? Nou, ik merk dat er spanningen zijn. En die gekneusde ribben? Toen die vrouw was gevallen? Ja, hij was gestruikeld hier in de sportschool, hè? Nee, dat is gebeurd in een ruzie met Menno. Ik hoorde dat ze ruzie had op mijn kamer. Ja, en later, na veel aandringen, heeft hij toegegeven dat Menno hem geduwd heeft. Ik vermoed dat er meer is gebeurd, maar dat wilde hij niet zeggen. En heb je het al gehoord over Duitsland? Menno heeft een baan aangenomen in Oberhausen. En Lucas doet alsof het hartstikke leuk vindt dat ze daar gaan wonen. Lucas heeft echt helemaal niks met Duitsland. Volgens mij hoopt hij dat het daar beter wordt. Of is hij bang om tegen Menno te zeggen dat hij dat niet wil? Ik vind het wel erg jammer dat je me dit nu pas vertelt. Ja, ik wist het niet zeker. En Lucas heeft me gezworen dat er niks aan de hand is. Maar dat is er wel. En als we naar Duitsland gaan, kunnen wij niks meer doen. Maar hoe kan het nou dat ik helemaal niks gemerkt heb daar? Lucas is toch een expert in doen alsof er niks aan de hand is? Wat ga je doen? Wat denk je? Hier zit een hele lekkere tuin, schijnt. En twee straten van het huisje vandaan. Een sportschool. Daar kan ik er zelfs aan toe lopen. Dat is dubbel zo sportief. Mm-hmm. Oh, en er schijnt ook een hele goede sushi te zitten. Oh, wat lekker. Sushi daar? Die... Hé, hey, mam. Nou, ik ben eventjes bezig met Menno. Oh, dat klinkt... Leuk, leuk. Zal ik Menno vragen... Kan het ook morgen, mam?